we een race? Yes. Misha says hi. Ik kan zelf niet zo goed schaatsen, maar heel veel Koreanen achter mij ook niet. Op deze schaatsbaan voor het stadhuis van Seoul. En ik vraag me eigenlijk af, want ik ben ook eerder in Korea ben ik wel eens naar een zwembad geweest. Ik kon er ook niet goed zwemmen, maar heel druk. Is het nou typisch Koreaans om iets te doen waar je niet zo goed in bent? Hoe gaat het schaatsen? Het is niet makkelijk, zegt hij. Ik ben aan het oefenen. Nou, dat hebben we gezien. Waarom doet u iets wat u eigenlijk niet zo goed kunt? Ik moest werken en had eigenlijk geen tijd. Daarom kom ik hier met mijn familie. Hij kent de theorie wel van het schaatsen, maar echt de uitvoering, daar heeft hij een beetje moeite mee. Is het typisch Koreaans om dingen te doen waar mensen niet zo goed in zijn? Het is echt typisch Koreaans, zegt hij, om dit soort dingen gewoon één keer te doen. Zullen we samen een stukje schaatsen? Het gaat goed. Nog niet gevallen. We een race? Ja. Yeah. Race. Jo, waarom ga jij niet schaatsen? Ik kan nog niet schaatsen. Ik heb alleen één week geleerd, maar ik weet niet hoe ik moet schaatsen. Als een raceveld populist, dan we kunnen we wel schaatsen op het raceveld Ace. Dus er waren gewoon niet zoveel schaatsbanen in Korea. Nee. En ze schaatsen dus op bevroren rijstvelden. Ja, ja, juist. Is het nou typisch Koreaans om dingen te doen waar je niet zo goed in bent? Ja, als iemand hier langs gaat, ze zeggen altijd, oh ja, ik wil één keer doen. Ja. De andere mensen ook. Ik wil ook één keer doen. En maar één keer, daar leer je niet van natuurlijk. Oh nee, maar gewoon één keer doen. Eén keer is genoeg. Ik heb je een paar keer zien vallen. Gaat het een beetje? Ja, ik ben oké. Vind je het leuk om te schaatsen? Ja, het is de eerste keer op de schaats. Nou, dat hebben we kunnen zien. Is het nou typisch Koreaans om dingen te doen waar je niet zo goed in bent? Ja, ik wil gewoon daar aan doen. Hij zegt van, ik wil gewoon graag doen wat mijn vrienden ook doen. En volgens mij wilde zijn vriendin ook gewoon niet teleurstellen. Vind je hem nou nog steeds leuk? Ja, kromjo. Ze alleen het niet. Saranghaeyo. Ja, ze vindt hem nog steeds heel erg leuk, gelukkig. Oké, Haiting. Haiting. Is dit je eerste keer op de schaatsbaan? Ja, nee. Ja, het is de eerste keer op de schaatsbaan. Waarom heb je nooit eerder leren schaatsen? Ben je te druk met studeren? Nee. Ja, ik ben zo druk met studeren. Ik heb helemaal geen tijd om te gaan schaatsen. Oké, kamsahamnida. Haiting. Haiting. Nou, de baan gaat dicht. Ik moet er vanaf. Jammer, want het was heel erg leuk. En is het leuk om iets te doen waar je eigenlijk niet zo goed in bent? Nou, ik kan zelf zeggen, ja, dat is leuk. Dus, is het een Misha says yes of een Misha says oh no? Het is een Misha says yes.